Dominee, we komen bij u. Een van de grote vragen die boven dit land hangt, zou je kunnen zeggen. Ja. Of hing, moet ik nu zeggen. Want sinds een uur of twee weten, wie presenteert het Songfestival? Ja. Dan komt daarna nog de vraag, wie gaat ons vertegenwoordigen en wat wordt het lied? Maar dat komt allemaal later in zorg. Even kijken, met uw permissie ook, naar de rubrieken, de showrubrieken, de interviews. Wie? Ja, graag. Wie? Wie moet het gaan presenteren, jongens? Presentatoren zien het event met zo'n 182 miljoen kijkers ook als buitenkantje. Wie presenteert er dan volgend jaar? Terwijl mijn naam was Linda de Mol, we werden heel snel van tafel af. Nou, wie worden het dan, denk jij? Chantal Jansen. Als ze me zouden bellen, ik zou absoluut ja zeggen. Meteen. Nou, ik ben een paar keer gebeld, maar niet voor het Songfestival. Iedereen wordt volgens mij gebeld. Maar voor het Songfestival? Nee, joh, ben je gek. Ik vind het heel leuk als Dion het gaat doen. Het is allemaal in de pocket, hè? Je blijft proberen, hè? Good evening! Yeah. Waarvan ik weet dat hij echt gevraagd is, al zal hij dat zelf nooit toegeven. Dat is Herman van der Zand. Ik sta er niet tussen, dat valt me gelijk al op. Jij staat er niet tussen. Berto Tan dan? Zou je het winnen? Oh, dat... Nou, winnen geen idee. Maar natuurlijk zie ik dat zitten, dat zou een enorme eer zijn. Volgens mij is er wel gebeld al. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat Duitsers is gebeld. Ik sluit Eva nog steeds niet uit, hoor. Ik ook niet. Zeg het op dag, camera, kan ik pakken? Ik heb er heel leuk. Dominee? Ja, nou is het duidelijk. Het is nu duidelijk wie het geworden is, dames en heren. Je wilt het worden, en vooral wie het niet geworden is. Je wilt het worden, maar je wordt het niet. Oh, kent u die uitdrukking? Je wilt het worden, maar je wordt het niet. Je wilt één van de presentatoren van het Eurovisie Songfestival worden. Oh, je verheugt je erop en je wordt het niet. En je weet dat je het talent hebt. Je weet dat je een talenknobbel hebt. Je weet dat je de energie hebt. Je weet dat je humor hebt. Je weet dat je voor verbinding zorgt. Je weet dat je voor Europa bent. En je wordt het toch niet. En je familie en je vrienden en je fans zeggen allemaal... Nou, als er iemand geschikt voor is, dan ben jij. Het had zo mooi kunnen zijn, dames en heren. We leven vandaag mee met degenen die het niet geworden zijn. Paul de Leeuw had het makkelijk gekund, heeft humor en is niet te oud. Want we doen niet aan leeftijdsdiscriminatie. Eva Jinek die gaat straks stralen bij RTL 4... maar had ook internationaal willen stralen. Oh god, het komt er niet van. Ilse de Lange, wat een schat en wat een charisma heeft die vrouw. Helaas, Douwe Bob, oh, zo'n mooie zanger. En echt een zangpeer, zeg maar. Een gigantisch groot talent, maar ook niet. Dionne Staks dan, wie kent haar niet? Ze was er helemaal klaar voor. Ik sta in de startblokken. Oh, wat zielig, dames en heren. Linda de Mol, al zo lang bezig. Wat een vrouw. Die wil ook wel eens internationaal doorbreken. Toch maar niet. Wendy van Dijk, ook zo'n geval. Het was haar droom. Maar ja, soms vallen dromen in duigen. Cornald Maas, waanzinnig kundig. Ik heb hem gisteren nog gezien. Maar ook niet. Je wilt het worden, dames en heren. U kent dat misschien wel. Maar je wordt het niet. En dat betekent voor die mensen die het niet geworden zijn... incasseren. En misschien ook kwaad worden. Waarom zij wel en ik godverdomme niet? Incasseren en soms met je vuist op tafel slaan. Want dat is het leven. Ik wens u een fijne voortzetting. Veel incasseringsgenot en aangenaam eten. Dank u wel.